De ChristenUnie kwam zaterdag in actie samen met Sterk Woerden tegen de gasboringen. In winkelcentrum Modevliet werd op ludieke wijze actie gevoerd. Onder andere Tweede Kamerlid Arie Slob was van de partij. Met enorme tonnen boven het hoofd en spandoeken werd de aandacht gevraagd voor het onderwerp. Steeds meer Woerdenaren keren zich ook tegen die gasboring in de buurt van Modevliet. Omdat steeds meer Woerdenaren geen zin hebben in Groningse toestanden. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.